Hallo, welkom allemaal bij het filmpje over dynamica. En dynamica gaat over krachtswerking. En de interactie met ook kinematica, met beweging, vooral met versnelling dan. Wat zijn krachten? Krachten zijn de interacties tussen voorwerpen die een beweging tot gevolg kunnen hebben. Je hebt twee soorten krachten. Je kunt het opdelen in twee groepen. Je hebt enerzijds hebben we contactkrachten. Anderzijds hebben we veldkrachten. Wat is het verschil nu? Het woord zegt het zelf een beetje. Contactkrachten zijn interacties waarbij er contact gemaakt wordt. Voorbeelden daarvan zijn, voor de contactkracht hebben we de touwkracht, of ook wel spankracht genoemd. En die duiden we meestal aan met FT of soms ook simpelweg met T. De veerkracht. Veerkracht FV. De normaalkracht. En die wordt aangeduid met FN of soms ook simpelweg gewoon de N. Het gewicht. Gewicht wordt aangeduid met G. En de wrijvingskracht. Wrijvingskracht FW. Belangrijk hier dan deze, de wrijvingskracht. Hè. Je hebt sommigen gaan dat misschien ooit gezien hebben om die te berekenen met uw statische. En uw dynamische wrijvingscoëfficiënt, mu S en mu D. Maar dat moet je niet kennen. Dat hoort niet tot de leerstof van het toelatingsexamen. Kan wel zijn dat je natuurlijk de wrijvingskracht tegenkomt, maar dan gaat dat zijn in de zin van er is een wrijvingskracht van zoveel newton en dat je dat gaat moeten gebruiken in je oefening. Maar je gaat dus niet zelf de wrijvingskracht moeten gaan berekenen. Dat hoort niet bij de leerstof. Qua veldkrachten hebben we de gravitatiekracht, degene die we vandaag ook gaan zien. En daaruit volgt dus gravitatiekracht FG. En daaruit volgt eigenlijk de zwaartekracht FZ. Andere typische krachten, veldkrachten, dus die op afstand werken en zonder dat er contact is, zijn de elektromagnetische krachten. En dat zijn er heel vaak. Ik gebruik die naam aangezien dat een hele groep krachten is die allemaal omvat. En daarin zit de Coulombkracht als elektrostatische kracht, daarin zit de Laplacekracht als magnetische kracht en zo verder. Dat zijn dus de twee grote groepen krachten die we hebben. We gaan de meeste daarvan gaan we nu nog eens even bespreken, aangezien we die heel vaak gaan tegenkomen. Dus de belangrijkste krachten zijn, enerzijds hebben we de touwkracht. Dus touwkracht, en je kunt trekken, stel hier, we hebben een massa, en hier, we maken die vast met een touw, en nu kunt je daaraan gaan trekken met een bepaalde kracht. En dat is ook de kracht die zich gaat voortplanten in het touw. En het touw gaat die uiteindelijk doorgeven hier op de massa. Als we kijken naar de massa, gaat uiteindelijk het touw met diezelfde kracht FT gaan trekken aan de massa. Dus de touwkracht, hè. Touwkracht is een trekkracht. Ik zeg het, je kunt trekken aan een touw, je kunt niet duwen, dan valt het gewoon in elkaar. Dus touwkracht is een trekkracht. Ook speciaal daaraan is dat touwkracht zich altijd richt naar de richting van het touw. Als je zo gaat je touw houden, dan gaat de touwkracht zo zijn en gaat hier zo uiteindelijk het touw aan de massa gaan trekken. Waarvoor gaan we dat gebruiken? Dus dat die touwkracht zich altijd richt naar de richting van het touw. Dat is handig, want we kunnen het touw dus eigenlijk verschillende richtingen laten aannemen en de touwkracht blijft volledig onveranderd. En dat is wat we gaan gebruiken bij katrollen. Je kunt een heel systeem maken van katrollen. En als jij hier gaat trekken met een zekere kracht FT, gaat overal op elk punt in dat touw gaat diezelfde touwkracht heersen. En uiteindelijk gaat hier aan de massa hier die je daaraan vastmaakt,
gaat volgens de richting dat touw daar heeft met diezelfde kracht FT getrokken wordt. Dus dat is het voordeel van touwkracht, hè, dat je die eigenlijk kunt de richting veranderen en toch wordt die kracht mooi doorgegeven, ervan uitgaand dat die katrollen perfect wrijvingloos en zo verder zijn. Maar dat gaan we altijd doen. Dat is handig, hè. Dat kun je bijvoorbeeld gebruiken. Stel je hebt een heel diepe waterput en je wilt daar water gaan uithalen, ja, in plaats van dat je hier moet gaan staan. Hier is je emmer. Dat je hier moet gaan staan en zo, dat je zo moet gaan trekken, verticaal aan dat touw om die emmer omhoog te krijgen. Wat heel gevaarlijk is natuurlijk, hè, dat je zelf in de put valt. Wat gaan we doen in de plaats? We gaan zeggen: oké, we gaan gewoon een katrolletje maken. Zet jij maar gewoon van achter hier. We gaan hier een katrol maken. En nu kunt jij gewoon via het touw. Dus we gaan het touw via de katrol voeren. En nu kunt je gewoon hier veilig op het droge gaan trekken aan het touw en zo je emmer naar boven halen. Dat is wanneer we dus één touw hebben, hè. Een niet onderbroken touw, daar eerst overal dezelfde kracht en die wordt perfect doorgegeven. Stel dat we nu twee touwen hebben en we hebben dat alles gezien bij vectoren ook. Stel dat ik aan het touw ga trekken. Dus ik ga hier trekken met een bepaalde kracht. Dan gaat die kracht zich verdelen, deze keer over beide touwen. Hoe gaat dat gebeuren? Dat moet volgens dat de touwkracht moet liggen volgens de richting van het touw. En samen moeten beide touwkrachten die volledige kracht die ik aanbreng gaan opnemen. Dus dan hadden we gezegd, oké, dat moet volgens die richting. Dus ik verleng die richting. En dan ga ik hier vanuit de kop ga ik de andere richting verlengen. En dan zie je dat er dus maar één manier is. Hè, dat hier, daar gaat je zo hard aan het touw trekken, dat is dan FT1. En hier gaat je zo hard aan het andere touw trekken, dat is FT2. En je ziet hier, omdat het een symmetrische opstelling is, dat je dus even hard aan beide touwen gaat trekken. Dus dat de touwkracht in beide touwen even groot wordt. Stel dat we nu een niet-symmetrische opstelling hebben, waarbij één touw heel horizontaal ligt en één touw heel verticaal. Wel, als ik nu eenzelfde kracht daar ga aanbrengen, dus ik ga hier met eenzelfde kracht aan beide touwen trekken, gaat dat nu ook, hè, die kracht gaat overgebracht worden naar de touw, maar gaan beide touwen nu ook een even grote kracht opnemen? Dus gaan ze elk de helft van die kracht opnemen? Wel, als je eens nadenkt aan welk van die twee touwen het makkelijkste die kracht kan opnemen, ja, dat is hetgeen het rechtse touw hier. Hè. Want het rechtse touw ligt vrij verticaal. Dus het is makkelijk om voor dat touw om veel van die kracht op te nemen. Terwijl dat horizontaal touw hier, hè, dat is moeilijker om die verticale kracht te gaan opnemen. We gaan hetzelfde doen als dat we juist gedaan hebben. Hè. We gaan hier. Weten, de touwkracht in het linkertouw ligt volgens deze richting. De touwkracht in het rechtertouw ligt volgens deze richting. En dan zie je dat de enige manier waarop die touwkrachten samen die volledige kracht kunnen opnemen, is als dit hier de touwkracht links is en dit hier de touwkracht rechts. En je ziet dat rechts inderdaad veel groter is. Dus dat is nog een extraatje voor touwkrachten. Wat je bij oefeningen kunt krijgen over touwkracht die je dan eigenlijk grafisch best gaat oplossen. Of het simpelste. Je zou dit ook als je de hoeken hebt kunnen berekenen. Maar grafisch is dat veel sneller. Dat is voor de touwkracht. De volgende belangrijke kracht is de veerkracht. En de veerkracht, hè, is ook een contactkracht. Hè. Dat is, stel bijvoorbeeld dat we een massa gaan vastmaken. Zo. Aan een veer. Het geheel ligt op een tafel, bijvoorbeeld. Wat is typisch bij een veer? Een veer heeft een zekere ruslengte. Hè. Stel, dat is eigenlijk wanneer je hem niet uittrekt. Hè. Dus stel, dit hier noemen we de ruslengte, bijvoorbeeld. En dat noteren we als L0. Dus als de veer is niet uitgerokken, ligt gewoon op tafel. En we hebben er dan de massa aan vastgehangen.
Als we die nu gaan uittrekken, als we die massa nu naar achter gaan verplaatsen, dan gaat de veer daardoor uitgerokken worden en krijgen we een zekere uitreiking die we delta L noemen. Het lengteverschil dat we zo bekomen ten opzichte van de rustlengte. En ik zal dat evenwicht aanduiden met een stippellijn. Je kunt je inbeelden dat hoe verder je die massa wilt verplaatsen naar achter, hoe harder je gaat moeten trekken om die veer zo ver uitgerokken te krijgen. En dat is ook, de meesten hebben dat wel intuïtief eens ervaren. De veerkracht is recht evenredig met de uittrekking. De evenredigheidsconstante, dat noemen we K. Dat is de. Wacht, dat is zo. Voilà, de evenredigheidsconstante noemen we K en dat is de veerconstante. En die veerconstante hangt af van veer tot veer. Stel bijvoorbeeld dat je hier wil een veer 1 meter uittrekken, dan kun je inbeelden dat voor een stijve autoveer dat je veel meer kracht nodig hebt om dat te doen dan voor een heel slap, soepel, slinky veertje waar je zo de trap afrolt. Je kent dat wel, hè? Dat is veel minder stijf, dus daar gaat die veerconstante veel kleiner zijn. Dus die veerconstante en de eenheid daarvan is newton per meter. Hoe groter dat is, hoe stijver de veer is en hoe meer kracht je dus voor eenzelfde uitrekking gaat moeten aanbrengen. Veerkracht is ook een terugroepkracht. Wat betekent dat? De veer gaat hoe aan de massa trekken? De veer gaat altijd richting het evenwicht, richting de rustlengte terug. Trekken. Vandaar noemen we dan terugroepkracht en de veer wil altijd terug naar zijn evenwicht. Dat betekent dat dus als we gelijk hier hem naar rechts hebben uitgerokken, gaat die massa een veerkracht naar links ondervinden. Terwijl als we, stel dat we alternatief, als we de veer hadden ingeduwd ten opzichte van zijn rustlengte, dan gaat de veerkracht gaat nu de massa naar rechts duwen. Die wil terug naar zijn rustlengte gaan. Laatste ding voor veren. Hier hadden we telkens maar één veer, maar je kunt ook verschillende veren gaan combineren. En dat gaan we, ik zal eens een voorbeeld geven. Je zou, je hebt hier een veer met veerconstante K1. En hier een veer met veerconstante K2. Trouwens, klein dingetje. Hier, die formule, dat noemen we de wet van Hooke. Moest je dat tegenkomen, dan weet je wat dat betekent, hè. Formule moet je van buiten kennen, dus anders kun je de veerkracht niet berekenen. Terug naar de combo van verschillende veren. We hebben twee veren met twee veerconstanten. Ik kan die in parallel gaan zetten. En zo bijvoorbeeld dan die verbinden met een massa. Nu is de vraag, wat is de totale veerconstante voor heel mijn verensysteem? Hier staan ze dus in parallel. Hè. Een andere mogelijkheid wat we zelfs gaan zien, is dat je ze dan in serie zet. Dat is de andere mogelijkheid. En de vraag is telkens, wat is de totale resulterende veerconstante? Het is eigenlijk, als je je nog herinnert van elektro dynamica. Bij weerstanden kun je hetzelfde doen: weerstanden in serie zetten, weerstanden in parallel. En je moet kunnen berekenen wat de totale substitutieweerstand is. Dat gaan we later zien bij elektrodynamica. Maar het lijkt er eigenlijk op, het doet eraan denken. Alleen voor de berekening van de resulterende doe je eigenlijk het omgekeerde. En bij weerstanden was het twee weerstanden, R1 en R2, als je die bij elektrische weerstanden, als je die in serie zet, dan is de totale weerstand, de substitutieweerstand, is gewoon de som van de twee. Hier is dat eigenlijk het geval bij veren, is dat het geval wanneer je ze in parallel zet. Dus hier, de totale, de resulterende veerconstante, is de som van de twee. Terwijl bij elektrische weerstanden, wanneer je ze in parallel gaat zetten, zo. Dan is de substitutieweerstand, of je hebt hem misschien eerst gezien, 1 over RS is 1 over R1 plus 1 over R2. En ik schrijf dat liever ineens zo. Dus RS is dit tot de min eerste.
Dat is hoe je de substitutieweerstand berekent bij parallel. Terwijl bij veren is dat eigenlijk de formule die je gebruikt voor twee veren die in serie staan. Voilà. En nu kun je natuurlijk de combo maken van parallel en serie. Hè. Je kunt zeggen, ik heb hier bijvoorbeeld die, dat is K1, dat is K2, dan hier K3 en dan uiteindelijk hier K4. En dan moet je goed altijd voor je totale substitutieweerstand moet je van buiten naar binnen werken. Ik zal dat anders hier nog eens voordoen. Wat betekent, hè? Dus als je uitzoomt hè, op het hoogste niveau, als je helemaal uitzoomt, wat zie je? Je ziet een parallelschakeling. Heel die tak staat in serie, in parallel met die veer. Dus dan weet je, parallel, dan mag ik ze gewoon optellen. Dus de resulterende is de som van enerzijds de veerconstanten van heel dat systeem van veren 1, 2 en 3 en anderzijds van 4. Als we dan gaan kijken, oké, dan moeten we dit nog verder berekenen. K1 tot en met 3, die staan in serie. Enfin, dan heb je een serieschakeling hier, in die tak, als we daarin duiken. Die twee staan samen in serie met een derde. Dat berekenen we als 1 over. En enerzijds hebben we dus 1 K1 2 plus 1 over K3. En dat tot en met eerste. En dan moeten we die K1 2 nog berekenen. En K1 2 is weer een parallel. Dus mag ik gewoon optellen K1 plus K2. Voilà. Hè? En dat is hoe je dan zo. En als je nu al je K's hebt, hè, dus je gaat van buiten naar binnen om alles uit te werken. En als je al je K's hebt, kun je van binnen naar buiten alle waarden gaan invullen. En dan bekom je uiteindelijk je resulterende veerconstante. Goed, maar dat gaan we nog. Je gaat dat niet super vaak tegenkomen, maar het kan altijd. Maar daar gaan we vooral veel op oefenen bij elektrodynamica, waar het dus wel serie en parallel wel omgekeerde formules zijn. Dat zit voor de veerkracht. Dan de andere belangrijke contactkracht die we heel veel gaan tegenkomen, is de normaalkracht en ook het gewicht. En normaalkracht hebben we meestal van gehoord. Gewicht kent je vooral van op je, als je aan het eten bent of op je weegschaal te gaan staan. Maar weten de meeste mensen minder wat dat juist voorstelt. Eigenlijk zijn twee actie-reactiekrachten, daar kom ik straks op terug. Normaalkracht is, stel bijvoorbeeld, we hebben een tafel en op die tafel staat een glas, een koffietas of zo. Dan gaat op die koffietas, als we kijken naar de koffietas, daarop gaat de normaalkracht werken. En de normaalkracht is de ondersteuningskracht, zou je kunnen zeggen. Dus dat is degene, dat is de kracht die de tafel op de tas uitoefent. Hè. Dus de tafel ondersteunt de tas en oefent daarbij een opwaartse kracht dus uit op die tas. Omgekeerd, als we naar de tafel kijken, gaat die tas gaat ook op het oppervlak dat hem ondersteunt, gaat een tegengestelde kracht uitoefenen. En het is die kracht, en dus de kracht die op het ondersteunend oppervlak wordt uitgeoefend, dat we het gewicht noemen. Je kunt dat onthouden, bijvoorbeeld, stel dat iemand op je tenen gaat staan en zegt, ja, je gaat met heel je gewicht op mij staan. Hè. Je tenen zijn die persoon, je kleine teentjes zijn heel die persoon aan het ondersteunen. Dus heel die persoon duwt met zijn gewicht. Het is die gewichtskracht die op je tenen wordt overgebracht. Wat je serieus gaat voelen natuurlijk. Maar normaalkracht en gewicht, actie-reactiekrachten. De ene is de ondersteuningskracht, de andere is het op hetgene dat ondersteunt. Eén ding wil ik daar misschien al over zeggen. Veel mensen denken aan normaalkracht. Is altijd even groot als de zwaartekracht. Hier in dat voorbeeld, waar de koffietas gewoon in rust op de tafel staat, gaat je gelijk hebben. Maar dat is zeker niet altijd het geval. Ik ga daar
In een oefening gaan we daar zeker dieper op ingaan. Maar onthouden dat normaal kracht en gewicht zijn altijd even groot. Het zijn tegenstelde krachten. Maar normaal kracht en zwaartekracht, en dus ook gewicht en zwaartekracht, zijn zeker niet altijd even groot. Dan gaan we... Dat waren de contactkrachten. Dat waren allemaal interacties tussen voorwerpen die elkaar raakten. Hè. Normaal kracht, gewicht... veerkracht, massa raakt de veer, touwkracht, massa raakt de touw, en zo verder. Allemaal contactkrachten. Veldkrachten, de meest voorkomende is dus de gravitatiekracht. En veldkrachten werken dus tussen, zijn interacties tussen twee voorwerpen, zonder dat ze contact maken. Dus die op een afstand werken. En dan noemen we dat het gebied waarin die invloedssfeer van die kracht voelbaar is. En dat noemen we het veld, vandaar veldkrachten. Het meest voorkomende is de gravitatiekracht. En wat is gravitatiekracht? Gravitatiekracht is eigenlijk de kracht die alle twee massa's die je maar kunt vinden in het universum op elkaar uitoefenen. Dus stel, ik heb een massa 1, een tweede massa 2... Dan gaan die een kracht op elkaar uitoefenen, een wederzijdse kracht, die we de gravitatiekracht noemen. Dus Fg. Dus ik zou dit kunnen zeggen, dit is de kracht op massa 1 ten gevolge van massa 2. Dit is de kracht van op massa 2 ten gevolge van massa 1. Dus beide krachten, het is een wederzijdse kracht, beide massa's gaan elkaar aantrekken. Dat is altijd een aantrekkingskracht, die gravitatiekracht. Dat geldt voor alle massa's. Kijk maar eens rond nu. Je zit waarschijnlijk achter je bureau of zo. Je pen is aan je bureaulamp aan het trekken. Je computer is aan je aan het trekken. Zonder dat je het beseft. Hoe groot is die kracht nu? Ja? Hoe gaan we die kracht berekenen? Wat is de formule? Wel... Het is logisch dat die aantrekkingskracht die gaat recht evenredig zijn met beide massa's. Hoe groter de massa's, hoe harder ze aan elkaar gaan trekken. Dus recht evenredig met massa 1 en massa 2. Het is ook logisch dat hoe dichterbij ze de massa's zijn, hoe groter die aantrekkingskracht. En hoe verder ze zijn, hoe kleiner. Dus de gravitatiekracht is omgekeerd evenredig met de afstand. En meer bepaald, en de afstand is, dat is dit hier, R1, 2 noteer ik dat, de afstand tussen massa 1 en 2. En meer bepaald met het kwadraat van de afstand. Nu hebben ze in een labo, bij experimenten hebben ze bepaald wat de evenredigheidsconstante is. En die evenredigheidsconstante, die 6,67 maal 10 tot de min 11 blijkbaar, en die noemen we dan G. Moet je niet van buiten kennen, ga eens maar eens zien op je formularium, daar gaat je hem terugvinden. Maar die is dus 6,67 maal 10 tot de min 11. En die kracht is dus overal aanwezig. Hè? Ja, ik zeg, kijk maar rond, alles is aan elkaar aan het trekken. Waarom merken wij daar toch niks van? Wel, als je eens gaat kijken, stel dat je twee personen hebt. En we gaan, om het makkelijk te maken, zeggen dat ze allebei 100 kilo als massa hebben. En die bevinden zich op een meter van elkaar. Dan weet je dus, sinds juist, dat die elkaar gaan aantrekken met de gravitatiekracht. Maar als je eens gaat kijken, oké, hoe groot is die gravitatiekracht? Hè? Pak voor G, kunnen we afgerond 10 tot de min 10e zeggen. De massa's zijn allebei 10 tot de 2e. En de straal is 1 in het kwadraat. Dus dan kun je snel uitrekenen. Je kunt de exponenten optellen. Komt je uit op 10 tot de min 6e newton. Dat die kracht is. Is dat nu veel? Hè? Je kunt al aanvoelen. Nee, dat is een heel kleine kracht. We gaan zelfs ook zien dat volgens FSMLA gaat dus de versnelling die het gevolg gaat zijn van die kracht gaat gelijk zijn aan F over M. Dus 10 tot de min 6e over 10 tot de 2e. Dat is 10 tot de min 8e meter per seconde kwadraat. Dat is de versnelling die beide personen gaan krijgen ten gevolge van die kracht. En hier gaat je daar natuurlijk niks voelen, hè, hier op aarde, omdat die kracht is zo klein, de wrijvingskracht overwint die zonder problemen. Maar stel dat we die twee personen hier in de ruimte zetten op een meter van elkaar, dan gaat
opnieuw die kracht werken. En kan die kracht wel een beweging tot gevolg hebben? En je zou kunnen uitrekenen dat ze na een dag of vier elkaar een kusje kunnen geven. Dat is enorm kleine kracht, hè? Zelfs in de ruimte, maar zeker op aarde, irrelevant. Wanneer wordt die wel relevant? Wanneer de massa's niet meer zo klein zijn. Hè? Hier zijn die massa's, je ziet die 10 tot het min 10e, ja, die weegt veel harder door dan die massa's. Maar als de massa's nu heel groot zijn, dan gaat de kracht niet meer verwaarloosbaar zijn. En wanneer is dat zo? Bij hemellichamen. Dat is waar we de gravitatiekracht het meest gaan gebruiken. Ik ga hem nog eens vlug overschrijven. Dus g maal m1 maal m2 over afstand in het kwadraat. En het hemellichaam waar wij het meeste mee in aanraking komen natuurlijk, is moeder aarde. En daarom, eigenlijk een heel veel voorkomend geval, is dat de aarde aan een voorwerp, een massa, op het aardoppervlak gaat trekken. Dus hier hebben we de aarde, concentreren de massa in het middelpunt, zo gezegd. En de aarde wordt aangetrokken door dat voorwerp, en dat voorwerp wordt aangetrokken door de aarde. Opnieuw diezelfde gravitatiekracht, maar we gaan zien dat deze keer door de enorme massa van de aarde, dat die kracht niet meer verwaarloosbaar is. Je kunt je inbeelden, hè? Als je nu die formule opnieuw gaat opstellen. Dus we hebben g maal massa aarde maal massa voorwerp gedeeld door. En de afstand tussen die twee, ja, dat is de aardstraal. Dus de aardstraal in het kwadraat. Nu maakt dat niet uit of dat voorwerp, of dat jij dat bent, of dat dat een schip is van 100.000 kilo, of dat dat een vliegtuig is, of dat dat een gebouw is, of whatever. Hè. Dit gaat veranderen, maar alle rest gaat steeds identiek blijven, want dat heeft puur te maken met de aarde. Dus voor alle voorwerpen die zich op het aardoppervlak bevinden, gaat dit deel hier steeds hetzelfde zijn. Ja, als we nu die kracht willen berekenen voor al die verschillende voorwerpen, dan zou het stoem zijn om dit steeds opnieuw uit te rekenen. Het zijn geen makkelijke getallen. G is 6,67 maal 10 tot de min 11e. Gewicht van de aarde 5,97 maal 10 tot de 24e. Aardstraal is 6371 kilometer, dus nog zo voor meter in het kwadraat. Ja, dat gaat toch altijd hetzelfde zijn. Dan kunnen we dat even goed in één keer uitrekenen. En wat bekom je? Je gaat ongeveer 9,81 bekomen. En die kent je, hè? Dat is je zwaarteveldsterkte. 9,81 newton per kilogram. Datzelfde als de valversnellingen die we al gezien hebben bij kinematica. En dan nemen we als eenheid meter per seconde kwadraat. Maar het is juist hetzelfde. En dan vereenvoudigt die formule tot, en dit noemen we dan de zwaarteveldsterkte of valversnelling g. En dan vereenvoudigt de formule gewoon tot m al g. En dan noemen we dat niet de gravitatiekracht, maar noemen we dat de zwaartekracht. Dus de zwaartekracht is eigenlijk de kracht die een massa ondervindt in de buurt van het aardoppervlak van een bepaalde planeet, zou je kunnen zeggen. En we gaan natuurlijk voor situaties zoals deze, waarbij het voorwerp zich op het aardoppervlak bevindt, gaan we die formule gebruiken in plaats van steeds apenwerk te doen en hetzelfde opnieuw te berekenen. Dat is dus waar de formule van de zwaartekracht vandaan komt. Twee opmerkingen daarbij. Ten eerste, als je dit geldt voor voorwerpen die zich op het aardoppervlak of in de buurt daarvan bevinden. Stel nu dat we hebben de aarde. Stel, we hebben een satelliet die zich hier op 1000 kilometer van het aardoppervlak bevindt. Ja, dan gaat de zwaarteveldsterkte gaat daar niet meer hetzelfde zijn. G gaat namelijk steeds kleiner en kleiner worden naarmate je verder van de aarde afgaat. Je kunt dat zien, hè? Hier, dit was, ik zal nog een kleurtje gebruiken, dit was hoe we G berekend hebben. Als je nu 1000 kilometer boven de aarde zit, ja, dan gaat je afstand niet meer gelijk zijn aan de aardstraal. Je afstand is deze keer de aardstraal, 6371
71, plus een zekere hoogte. En in dit geval is dat 1000. Ik heb nu alles in kilometer gezet, dus maal 10 tot de derde. Maar je ziet, ja, die 1000 is niet verwaarloosbaar ten opzichte van de aardstraal. Dus je mocht hier niet gewoon de aardstraal nemen en dan komt je 9,81 uit. Nee, je gaat moeten rekenen met die nieuwe afstand tot het middelpunt van de aarde, waardoor op 1000 kilometer hoogte boven de aarde gaat je G niet meer 9,81 zijn, maar al een stukje kleiner. Stel dat je nu hebt dat je uit de vliegtuig springt of zo, als hier 2 kilometer bij komt in plaats van 1000, dan gaat het niet maken. En dan gaat je G, als je hem herberekent, misschien 9,8 zijn of zo, of nog altijd 9,81. Daar gaat het niet om. Het gaat wanneer die afstand wel niet meer verwaarloosbaar is ten opzichte van de aardstraal. Dus op grotere hoogtes boven aarde gaat je G moeten herberekenen. Ten tweede, we hebben dat nu gedaan voor de aarde. Je zou dat ook kunnen, je zwaarteveldsterkte berekenen voor andere planeten. Je zou dat ook kunnen doen voor de maan. Volledig op dezelfde manier. Buiten dan, als je hier kijkt, ja, dan gaat je niet meer massa aarde moeten nemen, maar massa maan. En gaat je niet meer de aardstraal moeten nemen voor een voorwerp dat zich op het maanoppervlak bevindt, maar gaat je de maanstraal moeten nemen. En zo kun je dus ook voor andere planeten berekenen wat G is op het planeetoppervlak. Voilà, dat is voor gravitatiekracht en zwaartekracht. Dat zijn de belangrijkste krachten, hè, met dus de formules en wat uitleg erachter. Nu is het dan tijd om eens te kijken naar de wetten van Newton. De eerste wet van Newton dan. Hè. We hebben drie wetten van Newton. Newton heeft drie dingen gezegd op zijn minst in zijn leven. Nog wel een paar meer. Maar dat zijn de drie wetten van Newton die we nu gaan bekijken. De eerste wet is de traagheidswet. En wat zegt de traagheidswet? Dat een voorwerp, als de resulterende kracht op een systeem nul is, dat de bewegingstoestand onveranderd blijft. Wat wil dat zeggen? Een voorwerp, een systeem wil van nature uit, wil gewoon zijn beweging voortzetten. Dus er is een kracht nodig om het daarvan af te wijken. Als die kracht er niet is, dus als de resulterende kracht nul is, dan blijft dat voorwerp gewoon zijn beweging voortzetten. Wat wil zeggen? Dat is de snelheidsvector onveranderd gaat blijven. Die gaat niet veranderen van grootte, niet van richting, niet van zin. Dat kan, en ook dus, en wat ook wil zeggen dan, dat de versnelling dus nul is. Er zijn nu twee mogelijkheden. Ofwel is het systeem in rust. Bijvoorbeeld ons koffietasken op de tafel. Dat is een rust. De resulterende kracht is nul, want enerzijds werkt de normale kracht naar boven, de zwaartekracht naar beneden, die heffen elkaar op. Dus de resulterende kracht is nul. Wat wil zeggen dat de bewegingstoestand niet verandert, hè? En de bewegingstoestand is hier dat in rust is, hè? Het beweegt niet. Dus het voorwerp blijft gewoon in rust. Zolang er geen kracht is, gaat dat niet ineens beginnen bewegen. Andere mogelijkheid is als het voorwerp aan het bewegen is, dan gaat het een ERB uitoefenen. Want de snelheid, de vectoriële snelheid, is constant. Dat betekent dus dat het in dezelfde richting en zin, dus op een rechte lijn, gaat blijven bewegen met eenzelfde grootte. Dus het voert een ERB uit. Bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat gaat kennen, maar je hebt zo van die airsoft tafels, wat zo super wrijvingloos gemaakt is. En je hebt dan een puck en je hebt natuurlijk wel een kracht nodig om in beweging te krijgen. Maar stel dat we nu even kijken dat je al aan het bewegen is. Het moment dat je aan het bewegen is, gaat hij gewoon met dezelfde snelheid gaat hij blijven rechtdoor bewegen. In principe, als de wrijving volledig weg zou zijn, zou die oneindig met die snelheid blijven doorbewegen. Er gaat natuurlijk altijd wat wrijving zijn met de lucht, met het contactoppervlak, waardoor die toch afremt en de tafel is niet oneindig lang. Maar het principe is, als we die wrijving verwaarlozen, werkt dat op enkel de normale kracht en de zwaartekracht weer. En zodra hij in beweging is, gaat hij met dezelfde snelheidsvector blijven bewegen. Dezelfde richting en zin, even snel. Ander voorbeeld, stel dat je hebt een rutschbaan in de ruimte gemaakt.
En we zetten daar een auto in. Dat auto ondervindt hier de motorkracht, die geeft gas. Er is de normale kracht onder andere en zo verder. Dus hier tijdens de rutschbaan gaat hij van alle krachten ondervinden. Maar in principe hier maken we een schans. Eens hem hier vanaf vliegt, de ruimte in, werkt hier op geen enkele kracht. Hè, want er is geen normaal kracht. Zijn motor staat uit. Hij bevindt zich ver van alle planeten, alle hemellichamen. Dus er is geen gravitatiekracht. Dus in principe is de resulterende kracht nu nul. Wat wil zeggen dat hij met de snelheid die hij heeft, en de vectoriële snelheid die hij heeft op het moment van dat hij de schans afspringt, dat hij in die richting in zin en even snel oneindig zou doorbewegen in de ruimte. Dat is de eerste wet van Newton, hè. Het voorwerp wil altijd van nature uit gewoon zijn beweging verder zetten. En anders moet er een kracht zijn die het daarvan afbrengt, die het gaat versnellen. Enkele voorbeelden uit real life, hè, voor de eerste wet van Newton. Heb je bijvoorbeeld als je in de bus of als je in de auto heel snel afremt, wat gaat er gebeuren? Je vliegt naar voren, zo lijkt het, maar eigenlijk nee, je blijft gewoon en je zit, ik zeg maar iets, met 50 km per uur aan het rijden met een auto of met de bus. Je vliegt in de remmen, maar eigenlijk wilt jij, je lichaam wilt gewoon die 50 km per uur aanhouden, wil de beweging verder zetten. Dat is de natuur. De auto of de bus, die stopt, waardoor je het gevoel hebt dat je vooruit vliegt, maar eigenlijk blijf je gewoon met dezelfde snelheid rechtdoor gaan. En daarom heb je dan een gordel aan in de auto om je tegen te houden, hè, te zorgen dat je niet rechtdoor blijft bewegen, maar je ook afremt. Maar bijvoorbeeld in de bus, waar je dat niet hebt en waar je moet afremmen met je voet of met je vast te houden, hè, gaat je dat al vlugger ervaren dat je gewoon ineens vooruit vliegt, maar eigenlijk blijf je gewoon rechtdoor gaan en dus de bus die afremt. Dat is een voorbeeld van de eerste wet van Newton in actie. We noemen dat de traagheidswet of het traagheidsbeginsel. Traagheid is dus eigenlijk de eigenschap dat elk voorwerp heeft om van nature uit de beweging te willen verder zetten. En als jij als de bus afremt, dus door uw traagheid dat je naar voren vliegt. Want zolang er niks is wat u ook afremt, blijft je gewoon naar voren gaan. Vandaar het traagheidsbeginsel. De tweede wet van Newton, dus de eerste wet zegt iets over als er geen resulterende kracht is. De tweede wet van Newton zegt dan, ah, maar wat als er wel een resulterende kracht is? Dus als de resulterende kracht niet nul is, wel, dan gaat je een versnelling krijgen. En dit is hier de formule van de tweede wet van Newton. En dat is de belangrijkste formule van heel je cursus. Je gaat die heel veel tegenkomen. Super belangrijk. En dus we gaan daar ook genoeg op oefenen. Maar pay attention dus. Ten eerste ziet je dat dat een vectoriële vergelijking is. Wat betekent, hè, dat hier de resulterende krachtsvector en de versnellingsvector, ziet je, zijn eigenlijk veelvouden van elkaar. Wat betekent dat ze dezelfde richting en zin hebben. Dus kracht, resulterende kracht en resulterende versnelling hebben altijd dezelfde richting en zin. Dus ergens ook logisch, hè. Stel dat je, even een voorbeeld geven, stel dat is een fietser die is aan het fietsen met een snelheid van 10 meter per seconde rechtdoor. Je weet nu, en stel dat je wilt dat die fietser rechtdoor blijft fietsen, maar dat die even later 20 meter per seconde gaat, dus dat de grootte van de snelheid toeneemt. Dan weet je ondertussen dat om de grootte van de snelheidsvector te veranderen, dat je een tangentiële versnelling gaat moeten aanbrengen. Dus er gaat een tangentiële versnelling rakend aan de baan dus, hè, en in de zin van de beweging, want je wilt dat hij versnelt. Hoe gaat je dat doen? Als je even nadenkt, hè. Je staat langs die fietser, je wilt dat hem sneller en sneller gaat. Hoe gaat je een kracht aanbrengen? Ja, je gaat hem in de rug duwen, hè. Je gaat hem een tangentiële kracht geven, ook in diezelfde richting en zin van de baan. En je ziet inderdaad, kracht en versnelling
hebben dezelfde richting en zin. Hè. Het zijn veelvouden van elkaar. Ander voorbeeld, stel dat je nu niet wilt dat die gewoon sneller gaat, maar stel dat je wilt dat hem gaat afbuigen. Dat je met eenzelfde snelheid, dus hier hebben we opnieuw onze fietser, en je wilt hem nog altijd 10 per uur, 10 meter per seconde blijft fietsen, maar je wilt dus dat hij een bocht maakt. Dan weet je dat om een bocht te maken, dus eigenlijk wat je doet, is de richting van de snelheidsvector veranderen. En om de richting van de snelheidsvector te veranderen, moet je een normaal versnelling gaan aanbrengen. En moet je zorgen dat er een normaal versnelling is. Hoe doe je dat? Als je weer inbeeld dat je er langs staat, en hoe gaat je zorgen dat die niet, dat de grootte van de snelheid niet verandert, maar wel dat hem een bocht gaat maken? Ja, je gaat hem hier in zijn zij duwen, hè, normaal, loodrecht op de fietsers. En die verwarren met de ondersteuningskracht, normaal kracht. Maar normaal bedoel ik loodrecht, hè, gaat geen kracht aanbrengen. En je ziet ook hier weer, hè, kracht en versnelling hebben dezelfde richting en zin, zijn veelvouden. Dus dat is één belangrijk deel. Hè. Het is een vectoriële vergelijking. Ten tweede ziet je hier ook wat de evenredigheidsconstante is tussen die twee. Dat is de massa. Stel dat je naast onze fietser, dat er ook nog een zware camion is. En die fietser heeft een massa van 100 kilo. Die camion weegt 100 keer zo zwaar, 10 ton. En ze hebben bijvoorbeeld allebei die snelheid van 10 meter per seconde. En je wilt nu ze allebei een versnelling geven van 1 meter per seconde kwadraat. Welke denk je dat je het hardst gaat moeten duwen om diezelfde versnelling te geven? Of gaat je ze allebei even hard moeten duwen om ze een versnelling van 1 meter per seconde kwadraat te geven? Het antwoord is, je gaat veel harder moeten duwen, zelfs 100 keer zo hard, op die camion om die eenzelfde versnelling te geven van 1 meter per seconde kwadraat. En dat ziet je ook in deze vergelijking. Hè. Dus de kracht is de massa maal de versnelling. Dus voor eenzelfde versnelling, om een massa, om een grotere massa eenzelfde versnelling te geven, gaat je ook een grotere kracht moeten aanbrengen. Voor in deze gaan we zelfs de stappenmethode zien. En hier gaan veel oefeningen over gaan. Dan nog eerst even naar de derde wet. En dat is eentje die je hier en daar gaat gebruiken. Je gaat daar niet echt pure oefeningen over krijgen, gelijk de tweede wet. Maar wat is de derde wet? De derde wet is actiereactie. En actiereactie zegt dat krachten, wat we gezien, krachten zijn interacties tussen twee systemen. En actiereactie zegt dat krachten altijd paarsgewijs voorkomen. Dus interacties, het woord zegt het zelf. De een oefent een invloed uit op de andere en de andere oefent terug een invloed uit op de ene. Krachten interageren, voorwerpen interageren en dan die interacties noemen we krachten. En die krachten komen niet alleen paarsgewijs voor, maar die zijn ook nog eens zijn elkaars tegenstellen. En dus dat betekent dat ze in dezelfde richting en zin een kracht op elkaar gaan uitoefenen. Sorry, dezelfde richting met dezelfde grootte, maar tegenstelde zin. Ik ga een voorbeeldje geven. Stel, we hebben hier twee massa's die tegen elkaar zijn. En stel, de eerste oefent een kracht uit op de tweede. Dus de kracht van op de tweede ten gevolge van de eerste. Ja, dan gaat de tweede op zijn beurt een kracht uitoefenen op de eerste. Dat is wat actiereactie zegt. Beide krachten, ziet je, hebben dezelfde richting, zijn even groot, maar hebben tegengestelde zin. Vectorieel kunnen we dat voorstellen. Zo. Wat betekent dezelfde richting, dezelfde zin? Sorry, dezelfde richting, dezelfde grootte, maar tegengestelde zin. Maar in grootte zijn ze dus wel gelijk.
Actie-reactie. Actie-reactie komt heel veel voor zonder dat je het beseft in het dagelijks leven. Actie-reactie is hoe dat je wandelt. Hè. Wat doet je als je wandelt? Je zit. Als je. Dat is een lelijk voetje, maar. Wat doet je als je wandelt? Je duwt. Je oefent een kracht uit, hè, op de grond. Dus de kracht op de grond ten gevolge van de schoen. En in ruil gaat de schoen een even grote tegengestelde kracht ondervinden van de grond. En het is die kracht, hè, die je vooruit duwt, meer bepaalt eigenlijk de component evenwijdig aan het aardoppervlak, die zorgt ervoor dat je vooruit gaat. Dat is ook waar het misloopt. Als je dat op ijs probeert of zo, dan kun je niet afzetten op de grond en glijd je gewoon uit. Ook bijvoorbeeld, typisch voorbeeld, wat ook wel iedereen al eens gezien heeft, denk ik. Stel, je staat op een vlot, dit zit jij. Rondom je is overal ijskoud water. Hier op de kade staan je vrienden die eens goed willen lachen en hopen dat jij in het water belandt. Als jij nu wilt springen vanaf het vlot hangt niet vast op de kade, wat doet jij? Ja, je zit gewoon van het dagelijkse leven, oké. Ik zet mij af, ik oefen een kracht zo uit. Dus de kracht op het vlot ten gevolge van Dieter, gaan we hem noemen. En normaal verwacht jij, het vlot gaat even hard duwen op Dieter. En daardoor gaat Dieter, en door die kracht gaat hem versnellen en gaat hem de kade halen. Maar daar loopt het mis natuurlijk, dat je doordat je Dieter een kracht uitoefent op het vlot, gaat het vlot versnellen naar daar. Want het vlot, in tegenstelling tot de grond, hangt niet vast en gaat gewoon die versnelling gaat vrij kunnen voorvallen. Dus het vlot vliegt naar achter en Dieter belandt uiteindelijk in het water. Ook een voorbeeld van actie-reactie. Laatste voorbeeldje wat veel voorkomt, ook typisch actiereactie, als je een bocht wilt maken, nu even aan, of stel je bent aan het fietsen, nu even achteraan zegt, van je bent aan het fietsen. Normaal gezien oefent je een kracht zo uit en de grond oefent een kracht terug zo uit. Stel dat je nu een bocht wilt maken, wat gaat je doen? Als je een bocht wilt maken, gaat je fiets schuin zetten, waardoor je fiets een kracht zo gaat uitoefenen op de grond. En de grond gaat een kracht, dezelfde richting en grootte, maar tegengestelde zin uitoefenen. Dus zo op de fiets. En het is die component, die je naar binnen de bocht in gaat sturen. Want je weet, om een bocht te maken, heb je dus een loodrechte component nodig die je de bocht in gaat sturen. Dat is hoe je een bocht maakt. En dat is ook de reden weer waarom, als je dat op ijs gaat proberen en je wil die schuin afzetten, kan het goed zijn dat je fiets doorslipt. En we hebben al wat voorbeelden gezien van actiereactie. En twee massa's, weet je, die gaan een wederzijdse gravitatiekracht op elkaar uitoefenen. De tweede trekt dan de eerste en de eerste trekt even hard in dezelfde richting met tegengestelde zin terug. Voorbeeld van actie-reactie. Of de normaalkracht en het gewicht. We hebben onze tas, onze koffietas. Op de koffietas. Ik zal beginnen met de tafel. De koffietas duwt met zijn gewicht op de tafel. En in ruil duwt de tafel met de normaalkracht, de ondersteuningskracht, terug op de koffietas. Normaalkracht, gewicht zijn actie-reactiekrachten. Voilà, dat zijn de drie wetten van Newton. Ik zal ze misschien nog eens vlug langs elkaar zetten voor het overzicht. Dus nummer 1 zegt iets over als de resulterende kracht 0 is, dan blijft de snelheidsvector constant en de beweging wordt onverstoord verder gezet. Als de resulterende kracht niet 0 is, daarentegen, dan gaat er een versnelling tot gevolg zijn. En die versnelling kunnen we berekenen met deze formule.
En die heeft dus dezelfde richting en zin als de kracht. De derde wet van Newton, actie-reactie, zegt dat de kracht van de ene op de andere even groot in dezelfde richting, maar tegengesteld is als de kracht van de andere op de ene. Oké, deze is dus veruit het belangrijkste. En die eerste wet van Newton is eigenlijk gewoon een speciaal geval van de tweede wet van Newton, hè, waarbij de versnelling gelijk is aan nul. Hoe gaan we dat nu toepassen? Voor wat soort oefeningen? Kunnen we die wetten gebruiken? Wel, dan kan je even focussen op de tweede wet van Newton. Als je daar eens naar kijkt, hè, bij wat soort oefeningen gaan we dat gebruiken? Wel, die kun je gebruiken. Enerzijds, als er een kracht ontbreekt, kun je die vinden zolang de massa en de versnelling gegeven zijn. Dat is denk ik hoe je het meeste tegenkomt. Wat je ook veel tegenkomt, is dat je de versnelling gaat moeten zoeken. Maar dan ga je alle krachten moeten hebben en de massa. En wat je ook kunt tegenkomen, is dat je alle krachten hebt, en dus de resulterende kracht ook. Je hebt de resulterende versnelling, en daaruit kun je gaan halen wat dan de massa moet zijn van je systeem. Dus je ziet, je kunt die op drie manieren, drie soorten oefeningen gebruiken, waarbij elk van die drie grootheden de onbekende kan zijn. Het is een vectoriële vergelijking, en gelijk steeds, wanneer we gaan rekenen met vectoren, gaan we dat doen door te projecteren op een assenstelsel. Je hebt allemaal krachten, en je hebt een versnelling, en je gaat zowel die krachten als die versnelling gaan we projecteren op de assen. En dan gaat die vectoriële vergelijking in, en kan nu voor het geval met twee dimensies, hè, dus dat we allemaal krachten en versnelling hebben die in 2D in het vlak liggen. Dan gaan we dus twee loodrechte assen kiezen en dan gaat die vergelijking opsplitsen, analytisch, in een x-vergelijking en een y-vergelijking. En dan geldt, hè, dat in de x-richting, dus dat de resulterende x-component, en dat is eigenlijk de som van alle x-componenten, dat die gelijk is aan m keer de x-component van de versnelling. En volledig analoog kunnen we zeggen dat de resulterende y-component, dus de som van alle afzonderlijke y-componenten van de verschillende krachten, gelijk moet zijn aan m keer de versnelling in de y-richting. Dat is hoe we dat gaan gebruiken. Dus je ziet, we krijgen twee vergelijkingen. Stel dat je toch dat alles eendimensionaal is, hè, dat de kracht, alle krachten en de versnelling in één richting liggen. Ja, dan gaat je maar, heb je bijvoorbeeld, dan noemen we dat de x-richting. Heb je maar één vergelijking, maar ook dat is weer dus een speciaal geval of een onderdeel van het tweedimensionale geval. Dus als je 2D de stappenmethode snapt, kun je dat zeker ook 1D toepassen. Dus ik ga het hier tweedimensionaal uitwerken. Nog één ding, hè, dus wat ik juist zei, dus de eerste wet van Newton, als een voorwerp in rust is of een ERB, dan weet je dat dus de resulterende kracht nul moet zijn. En dan kun je dus eigenlijk zeggen, en dan wordt dit hier 0, zowel in de x-richting als de y-richting moeten alle, dus in de x-richting moeten alle x-componenten elkaar mooi opheffen, in de y-richting moeten alle y-componenten elkaar mooi opheffen. Dus dat gaat typisch een oefening zijn, voorwerp is een rust, en je hebt alle krachten buiten de die, en dan kun je die eruit halen door te projecteren en te zeggen dat alle krachten opgeteld en alle componenten 0 moeten uitkomen. Dus dat is ook gewoon weer een vereenvoudigd geval, zou je kunnen zeggen, van de meer algemene methode die we gaan gebruiken bij de tweede wet van Newton. Dus nog even recappen, hè. Tweede wet van Newton, F is ma, vectoriële vergelijking. Gaan we projecteren op twee assen, tweedimensionaal, waardoor we twee scalaire vergelijkingen krijgen. Eentje in de x-richting moeten alle krachten samen m keer de x-versnelling zijn, eentje in de y-richting waar alle krachten samen m keer de y-versnelling moeten zijn. Voilà, dat is de methode. Maar nu gaan we eens kijken, enfin, dat is de tweede wet van Newton, maar nu gaan we eens kijken hoe we dat gaan toepassen en de stappenmethode daarvoor bekijken. Ik ga een voorbeeld geven waarbij we hebben een helling van 30 graden. Daarop bevindt zich een massa van 10 kilo.
En nu is mijn vraag: hoe groot moet de wrijvingskracht zijn zodat de massa ter plaatse blijft? Voilà. Ik denk dat wat ik er straks gezegd heb, wrijvingskracht, je moet die zelf niet kunnen berekenen, dus met je wrijvingscoëfficiënt en zo verder. Maar hier is gewoon, is dat een kracht, hè? Dus je moet geen formule ervoor toepassen. Maar je gaat wel moeten gewoon kijken hoe groot die kracht moet zijn. Wat gaan we doen? Dus je herkent, kracht gevraagd, meestal FSMLA gaan toepassen. Eerste stap wat je doet, is je systeem kiezen en je systeem vrijmaken. En je systeem is hetgene waar het over gaat. Als een kracht gevraagd is, dan vraagt je af, ja, waarop werkt die kracht? Als er een versnelling gevraagd is, dan vraagt je af, wat heeft die versnelling? En daar gaat je als systeem kiezen. Als een massa gevraagd is, ja, dan is het heel duidelijk wat je systeem is. Het voorwerp waarvan de massa gevraagd is. Bij een kracht of bij een versnelling kan het soms zijn dat je twee dingen als systeem gaat, of dat je verschillende mogelijkheden hebt om je systeem te kiezen. Maar dat zal wel duidelijk zijn dan, ik zal er wel later eens op terugkomen. Hier gaat het heel duidelijk over, hè? Dus er is een kracht gevraagd, waarop werkt die kracht? Op onze massa. Dus we gaan onze massa kiezen. En we gaan die vrijmaken en dat betekent eigenlijk dat je die gaat apart even tekenen, alsof die los van alle omgeving zou zijn. Alsof die in de ruimte aan het zweven was. Dus we maken hem los van de helling en alles waar hij contact mee zou kunnen maken. En we zetten hem hier even alleen. Dat is stap 1, je systeem kiezen. Dat is hier onze massa. En vrijmaken, dus apart getekend. Stap 2 is dat je alle vectoren erop gaat aanduiden. We gaan alle krachten tekenen en we gaan de versnelling tekenen. Welke krachten werken hier? Het kan altijd helpen als je twijfelt of je ze allemaal hebt door het op te splitsen in, zijn er contactkrachten en zijn er veldkrachten? Dus we kijken contactkracht, ja, waarmee maakt die massa contact met de helling? En die helling oefent eigenlijk twee krachten op hem uit. Enerzijds is er de normaalkracht en die wijst altijd loodrecht op het ondersteunend oppervlak, dus loodrecht op de helling. Anderzijds is er ook, en dat is hier degene die gevraagd is, de helling is niet perfect wrijvingloos, dus er gaat een zekere wrijving zijn die hem tegenhoudt, dat hij niet naar beneden schuift. En dat is dus de wrijvingskracht. Dat zijn de twee contactkrachten. Voor de rest maakt die massa geen contact, dus that's it. Veldkrachten, meestal gaat dat enkel de zwaartekracht zijn. Kan ook zijn, meer algemeen gravitatiekracht of elektromagnetische krachten. Maar dat is hier niet van toepassing. Voilà, dat zijn alle krachten. En zwaartekracht wijst altijd naar onder natuurlijk, naar het middelpunt van de aarde. Zijn alle krachten, dan de versnelling gaan we tekenen, maar er is hier geen versnelling. Dus we kunnen zeggen dat de versnellingsvector de nulvector is. Dat is stap 2, alle krachten tekenen, alle versnellingen tekenen die je kent. Dus eigenlijk alle vectoren gaan tekenen. Stap 3 gaan we, want als je denkt dat we juist hebben gezegd, we willen zelfs hier al die vectoren gaan projecteren op twee assen. Dus nu, volgende stap is om een assenstelsel te definiëren. Je maakt het nu weer zo makkelijk mogelijk, en gelijk we eerder hebben gezien. Je hebt twee mogelijkheden hier en je zou een standaard XY-assenstelsel zo kunnen nemen, maar dan zie je dat je zowel je normaalkracht als je wrijvingskracht zelfs gaat moeten ontbinden in een X- en een Y-component. Dus makkelijker hier is om een assenstelsel evenwijdig en loodrecht op de helling te nemen. Voilà. En stap 4 dan, en nu we ons assenstelsel gekozen hebben, is deze vergelijkingen opstellen. Dus we gaan alle vectoren projecteren in de x-richting en in de y-richting. Dus we gaan eigenlijk FSMLA opstellen voor beide richtingen. En dan krijgen we, dus ik zal hier beginnen. In de x-richting hebben we enerzijds de wrijvingskracht. Die is
met de as mee. Dus het is plus de grootte van de wrijvingskracht. De normale kracht ligt volledig verticaal. De zwaartekracht die heeft, en ik zal het even tekenen, dat is misschien goed dat je dat altijd ook doet, hè. Schuine krachten, teken even de componenten. Dan gaat je makkelijk zien, oké, welke liggen met de as mee, welke liggen tegen de as in. Dus dit is hier de y-component van de zwaartekracht, dit is de x-component van de zwaartekracht. En dan zie je dus dat de x-component van de zwaartekracht tegen de x-as in is. En that's it, hè. Dat zijn al onze krachten in de x-richting. En er is geen versnelling, hè, want we willen dat die ter plaatse blijft. Dus de versnelling in de x-richting is 0. In de y-richting dan hebben we enerzijds de normaalkracht en de positieve y-as, anderzijds de y-component van de zwaartekracht die tegen de as in ligt. En ook in de y-richting is er geen versnelling, dus is dat 0. En hier, en dan gaan we eens kijken, dus wat willen wij nu weten? We willen die wrijvingskracht weten. Eigenlijk volstaat hier enkel de x-vergelijking om die wrijvingskracht te gaan vinden. Dat wil zeggen, dus de wrijvingskracht is gelijk aan de x-component van de zwaartekracht. En dan moet je terugdenken aan wat we eerder hebben gezien. Hoe je die componenten gaat berekenen, dan heb je een hoek nodig. En welke hoek hebben we hier? Hier kan ik kiezen ofwel die een hoek ofwel die. Ik ga nu even die pakken hier. Dat is misschien nog het moeilijkste van de oefening voor veel studenten om die hoek te vinden, hè. Je kunt denken, stel dat de helling, hè, als je die helling hier, nu is die 30 graden, maar stel dat je die platter en platter laat worden, hè, dan gaat die hoek hier, deze hoek waar het over gaat, die gaat naar 0 gaan. Hè. Want als de helling 0 graden is, dat is eigenlijk als een plat is, ja, dan ligt de zwaartekracht volledig naar onder. Dus gaat die hoek hier 0 worden. Maar naarmate de helling groter en groter wordt, gaat die hoek mee groter en groter worden. Dus je kunt redeneren dat die hoek tussen de y-component van de zwaartekracht en de verticale, dat die gelijk is aan de hellingshoek. Dus die hoek is 30 graden. En nu zie je dat de x-component overstaand is voor die hoek. En overstaand, dan berekenen we de component als de hele vector, de grootte van de kracht, maal de sinus. Sinus voor overstaand. Cosinus voor aanliggend. En de zwaartekracht kunnen we berekenen. Is m al g. G mocht je 10 nemen. Massa is ook 10. Sinus 30 graden is 1 tweede. Dus we komen uit hier op uiteindelijk 50 newton voor de wrijvingskracht. Dus de wrijvingskracht moet 50 newton zijn, zodat de massa in rust blijft. Uit die tweede vergelijking had je dan nog de normaalkracht kunnen halen, maar dat is hier niet gevraagd. En die is gelijk aan de y-component van de zwaartekracht. En dus is fz maal cosinus, want de y-component is aanliggend voor die hoek van 30 graden, maal cosinus 30 graden. En dan zou je uitkomen op 50 wortel 3 newton. De cosinus 30 is wortel 3 over 2. Voilà. That's it. Dat kan ook handig zijn om puur grafisch, als je krachten getekend hebt, dat je een beetje gaat redeneren. En dat je ziet, oké, eigenlijk zie je al direct aan de normaalkracht, ja, die gaat groot genoeg moeten zijn om de y-component van de zwaartekracht op te heffen. En dan de wrijvingskracht, die gaat de x-component moeten compenseren. Enkel dan blijft alles in rust. Hè. Dus als je het getekend hebt, weet je eigenlijk direct, hè, dus de wrijvingskracht gaat die x-component moeten overwinnen. En dan kun je eigenlijk ook direct die vergelijking opstellen. Maar het is goed om de stappenmethode stap voor stap te gaan volgen. Goed, stel nu dat we de wrijvingskracht wegnemen. Hetzelfde situatie. Opnieuw die massa van 10 kilo op een helling van 30 graden. En het is een volledig gladde ijshelling, dus verwaarloos alle wrijving. En nu is de vraag, en wat gaat er gebeuren? Ja, die helling, die massa gaat naar beneden beginnen schuiven. Dus die gaat een zekere versnelling krijgen.
En nu kan ik vragen, hoe groot is de versnelling? Ik zal het even erbij zetten. Opnieuw, hè? Versnelling gevraagd, doet denken aan FSMLA. En altijd kracht gevraagd, FSMLA, versnelling gevraagd, FSMLA. Bijna altijd. Een heel veel gebruikte formule. FSMLA, oké, stap 1, hè? Waarop werkt die versnelling? Dat is ons systeem, dan kiezen we onze massa opnieuw van 10 kilogram. Stap 2, alle krachten aanduiden en de versnelling. Welke krachten zijn er? We hebben opnieuw, of qua contactkrachten, is er enkel nu de normaalkracht, want de wrijvingskracht is weggevallen. Het is geheel wrijvingloos. Qua veldkrachten hebben we enkel de zwaartekracht en that's it. Assenstelsel gaan we weer hetzelfde kiezen. Gaan we, eigenlijk maakt het hier, je zou ook een horizontaal verticaal kunnen kiezen. En je moet in beide gevallen is er één kracht die je moet ontbinden. En stap 4 is dan FSMLA opstellen, het projecteren op de assen. Wat krijgen we deze keer? In de x-richting krijgen we, ik ga de kracht eens terug ontbinden, dus we hebben FZ y zo, we hebben FZ x zo. Dus in de x-richting krijg je FZ x is de enige kracht en die ligt met de as mee. Is m maal en de x-versnelling. Ja, onze volledige versnelling ligt. Oh, nu moet ik wel zien, want ik heb de as. Ja, dus. Ik ga hier de as misschien makkelijker. Hoe ik het nu heb, had ik eigenlijk moeten zeggen min fz x. Want de x-component van de zwaartekracht wijst tegen de as in. Is gelijk aan m maal min a. Want de x-versnelling is de totale versnelling ligt volgens de x-richting. Dus ax is gelijk aan a in grootte. Maar ook de versnelling ligt tegen de as in, vandaar min a. Maar wat ik bedoelde was eigenlijk was het makkelijker geweest. En ik ga dat nu even doen. Als ik de x-as zo had gelegd, hè, dan vallen die minnetjes weg. We bekomen uiteindelijk wel dezelfde vergelijking. Want die minnetjes gaan ook hier elkaar opheffen. Maar het is misschien logischer om de zin van de x-as zo te nemen. Dat is in de x-richting. In de y-richting krijgen we de normaalkracht. Die ligt met de positieve y-as mee. Min fzy, want die ligt tegen de as in, is gelijk aan m maal 0. Want in de y-richting hebben we geen versnelling. Het is niet dat die massa van de grond af gaat komen of door de grond gaat zakken. In de y-richting gezien gaat die massa ter plaatse blijven. En dan kunnen we weer, is weer de eerste vergelijking eigenlijk die we hier gaan gebruiken om onze a te vinden. A is dus fzx gedeeld door m. fzx, is opnieuw, dat is een hoek van 30 graden hier, dus is fz maal sinus 30 graden en dan gedeeld door m. En als we alles gaan invullen, bekomen we hier diezelfde 50 newton voor fzx, gedeeld door 10. En dan ziet je, krijgen we een versnelling van 5 meter per seconde kwadraat. En in de y-richting zouden we ook weer de normaalkracht kunnen vinden, die gelijk moet zijn weer aan de y-component van de zwaartekracht. Dus weer 50 wortel 3 newton. Voilà. Twee voorbeelden, hè. De eerste was dat je een kracht moet zoeken. De tweede is dat je de versnelling moet zoeken. Maar je ziet, de stappenmethode is volledig analoog. Dan gaan we eens kijken naar. Dat was dus om de. Dat was een typische oefening om de typische stappenmethode uit te leggen. Ik heb je even nog twee speciale oefeningen tonen die je ook wel veel gaat tegenkomen. Twee speciale gevallen waar ik u wat trucjes ga leren. De eerste is bij deelsystemen die samen voortbewegen. Wat bedoel ik daarmee? Je duwt meerdere massa's samen. Stel, je hebt massa van 10 kilo, massa van 30 kilo.
En je duwt die vooruit met een kracht van 200 newton bijvoorbeeld. Of je hebt verschillende massa's die met touw verbonden zijn en die je samen vooruit gaat trekken. Allemaal voorbeelden van deelsystemen die samen voortbewegen. Wat bedoel ik daarmee? Ja, dat hier, je ziet, je hebt hier de deelsystemen, bedoel ik de afzonderlijke massa's, en met het totale systeem bedoel ik het geheel, hè. Je ziet hier die afzonderlijke massa's, dus in het bovenste geval, die 10 kilo, die 30 kilo, ja, die gaan samen bewegen naar voren. Dus die gaan samen versnellen, hè, door die kracht, gaan die eenzelfde versnelling krijgen, want ze bewegen samen. Dus die versnelling die geldt voor die 10 kilo, die geldt voor die 30 kilo, maar die geldt ook voor het geheel van 40 kilo. Hetzelfde hier, hè, we hebben verschillende massa's hier van onder, die we samen vooruit trekken. Dus het geheel gaat naar daar versnellen en die versnelling, dat is de versnelling van die eerste hier, van die tweede, van de derde en ook van het geheel. Dus alles heeft eenzelfde beweging, alles heeft eenzelfde versnelling. Nu kan het zijn dat je daar, hè, bij dat soort situatie dat gevraagd is, bijvoorbeeld, wat is de versnelling? En als de versnelling gevraagd is, dan hebben we dus verschillende mogelijkheden om ons systeem te kiezen. We zouden elk van die deelsystemen kunnen kiezen, want die versnelling, dat is op die massa van 10 kilo, of die massa van 10 kilo heeft die versnelling die we zoeken. Maar ook die massa van 30 kilo zouden we als systeem kunnen kiezen, want die heeft diezelfde versnelling. En ook die massa, het geheel samen, zouden we als systeem kunnen kiezen, want ook die 40 kilo samen heeft die versnelling. Als we, ik ga het eens voordoen, hè, ik ga dit ook even wegdoen. Ik zal alle drie de opties eens uitwerken. Maar ik zeg wel op voorhand, het makkelijkste gaat zijn om het geheel te beschouwen wanneer we de versnelling zoeken. Je zou kunnen kiezen als systeem de massa van 10 kilogram. Je zou kunnen kiezen als systeem de massa van 30 kilogram. Of je zou kunnen kiezen het geheel, als we ze samenpakken, van 40 kilogram. Als we eens alle krachten tekenen. Bij die van 10 kilogram hebben we die 200 newton, die grijpt daar rechtstreeks op aan. Anderzijds hebben we hier ook een kracht, een tweede contactkracht, want die maakt ook contact met de doos van 30 kilogram. Dus we hebben een kracht van, ik zal dit even massa 1 noemen, dit massa 2. Dus we hebben een kracht die op de eerste werkt ten gevolge van de tweede. Op de massa van 30 kilo werkt de kracht van de eerste doos van 10 kilo op de tweede. Dus op de tweede ten gevolge van de eerste, den die. En that's it. Heel belangrijk, die 200 newton, die maakt geen contact. Dat is geen contactkracht voor die 30 kilo, want die grijpt daar niet op aan. Die grijpt aan op die 10 kilo, niet op die 30. Dus dit is de enige kracht wanneer we de massa van 30 kilogram als systeem zouden nemen. Als we het geheel pakken, ja, dan hebben we ook enkel die van 200 newton, die grijpt daar wel op aan. Maar de kracht tussen de dozen onderling, dat is nu een interne kracht geworden. Dat is niet, die grijpt niet aan op ons systeem, die zit in ons systeem vervat, zou je kunnen zeggen. Versnelling is in alle drie gevallen, hè, A naar rechts. Voilà. Als het stelsel, alles is hier horizontaal, hè, dus we hebben maar één as. Hè, dus we gaan de as overal voor, ongeacht wat we als systeem nemen, en zullen we een x-as naar rechts kiezen. En als we nu de vergelijking opstellen, hè, dus we hebben maar één vergelijking, alles in de x-richting. De som van de krachten, hier hebben we plus 200 newton min F12, is gelijk aan 10 maal A. Hier hebben we F21 is gelijk aan 30 maal A. En hier hebben we 200 is gelijk aan 40 maal A. Dus dat zijn
de drie vergelijkingen afhankelijk van wat we als systeem gekozen hebben. Je ziet nu, als je of als je een van de deelsystemen als systeem had gekozen, dan werd je nog niet klaar. Want je ziet hier die F12 en hier die F21, ja, dat zijn actie-reactiekrachten, dus die zijn even groot. Dat is de kracht tussen de dozen onderling. Die is nog onbekend, hè. Dus je hebt naast je A, eer je A kunt vinden, gaat je die kracht tussen de dozen onderling moeten gaan zoeken. Dus stel dat je doos 1 had gekozen hier, dan zie je, doem ik, moet eerst nog die F12 gaan zoeken. En daarvoor gaat je toch ook de tweede wet van Newton moeten opstellen voor de tweede massa. En dan, hè, zou je hier, krijg je dus eigenlijk een stelsel, en je kunt ze samen nemen. Dan heb je 200 min F12 is 10 maal A. Anderzijds heb je F12, en ik heb die F21 in grootte is die gelijk aan F12, want dat is actie-reactie, is 30a. En dan kunnen we dit hier gaan substitueren daar. En dan krijgen we hier 200 min 30a is 10a. En dan kunnen we verder uitwerken. Dan krijgen we 200 is 40a. En dan bekomen we dus dat A gelijk is aan 5 meter per seconde kwadraat. En zo geraakt je er wel, maar uiteindelijk ziet, als je u als systeem het geheel had gekozen in plaats van een deelsysteem, had je direct die vergelijking gehad en had je direct gevonden dat je versnelling gelijk is aan 5 meter per seconde kwadraat. Dus je ziet dat voor de versnelling. Kun je elk van die deelsystemen kiezen, maar het is veel makkelijker om het totale systeem te kiezen. Stel dat ik nu had gevraagd: wat is de kracht tussen de twee massa's en bij het vooruitduwen van die twee massa's? Dan werd je niet, had je niet het geheel als systeem kunnen kiezen, want die kracht is een interne kracht, gelijk ik juist heb gezegd. Die komt niet, je ziet het hier, die staat niet in de vergelijking. Dan moest je een van de deelsystemen kiezen, want enkel op de twee dozen werkt die kracht. Hè. En dan had je ze moeten gaan combineren. Ik ga nu even wat plaats maken. Dan hadden we hier, het is nu wel wat rommelig, hè. Maar dus de bovenste hadden we uitgewerkt dat A is 5 meter per seconde kwadraat. En dan ziet je, had je ze moeten combineren en had je zo ook de kracht tussen de twee massa's onderling kunnen vinden, is 30 maal 5, dus 150 newton. Voilà. Dus als er een kracht is gevraagd op een van de deelsystemen, ja, dan moet je dat deelsysteem gaan kiezen om FSMLA op te stellen. Want voor het geheel is dat een interne kracht. Maar voor de versnelling is het dus wel het snelste om alles samen als systeem te beschouwen. Dat is een eerste typische uitzondering, hè, dus deelsystemen. Dus denk eraan, hetzelfde kun je dus als je verschillende massa's gaat vooruittrekken, is volledig analoog. Tweede typische oefening is met katrollen. En stel dat je hebt een katrol. En we gaan daar twee massa's aan hangen. Pak een kleine van 20 kilogram, noem die massa 1, en een grote massa 2 die 40 kilogram is. Voilà. De katrol beweegt wrijvingloos, hè. De massa van touw mag ook altijd verwaarlozen en zo verder, hè. Het is hier op zich een vrij simpel oefening. Wat is de vraag nu? Hè? Of wat gaat er gebeuren? Hè? Die alles kan vrij bewegen. Ja, die massa is zwaarder hier. Dus wat gaat er gebeuren? Die gaat naar onder en de andere gaat naar boven gaan. Dus deze gaat naar onder versnellen en de andere gaat naar boven versnellen. En merk op dat ik die versnelling telkens A heb genoemd, want ze zijn met elkaar verbonden. Als die hier, als de rechtse, met ik zeg maar iets, 2 meter per seconde kwadraat naar onder versneld. Ja, dan gaat de linkse ook met 2 meter per seconde kwadraat naar boven versnellen. Want ze zijn via een touw verbonden. Dus eigenlijk bewegen ze nog altijd samen.
En dat is de key om deze oefening het snelst op te lossen. Wat zou hier de vraag zijn trouwens? Ja, hoe groot is die versnelling waarmee ze gaan bewegen? Hoe gaan we dat het makkelijkste oplossen? Wel, de key is hier om eigenlijk het geheel te gaan uitplooien. Waarom? Hè? Omdat hier het touw, eigenlijk gaan we dat touw recht trekken. Omdat dat touw geeft die kracht, de touwkracht toch perfect door. Je weet, je mocht dat zo vaak afbuigen met katrol als je wilt. Hè? Dat touw gaat zich herrichten. Maar de kracht wordt overal perfect doorgegeven. Dus eigenlijk zou je dat gewoon mogen beschouwen. We gaan het van de katrol halen, we gaan het uittrekken. We gaan het uitplooien. Ze gaan er een lineaire situatie van maken. En dat is veel makkelijker om mee te rekenen. En dus het geheel gaat nu dan naar daar versnellen. Dus ziet je wat we gedaan hebben? En we hebben die zo gedaan, die zo gedaan, hè, waardoor je eigenlijk een lineaire situatie krijgt. We hebben het touw uitgeplooid en het geheel versneld naar daar. En nu zie je eigenlijk, is dat een beetje, zitten we terug in het geval van zojuist, zijn de deelsystemen, de twee massa's, die eenzelfde versnelling hebben en het geheel heeft ook diezelfde versnelling. Wat doen we? Stap 1 is enfin, systeem kiezen. Hè. Als we de versnelling willen weten, dan weet je ondertussen, ah, dan gaan we het geheel als systeem kiezen. Dat is het makkelijkste. En stap 2 is dan alle krachten en de versnelling. Welke krachten werken er nu? En nu moet je een beetje opletten. Ik ga ze eerst hier van boven eens tekenen. Hè. Dus ons systeem is nu dit geworden. Hè. Dus het geheel van de twee massa's en het touw, maar dan uitgeplooid. En ik ga eerst de krachten van boven eens tekenen. Ja, het zijn er maar twee. Hier werkt de zwaartekracht op de eerste. Hier werkt de zwaartekracht op de andere. That's it. Voor de rest maakt dat systeem nergens contact mee. En die katrol, het touw en zo, touwkracht zit in het systeem, dus dat is niet aanwezig. Het zijn enkel die twee zwaartekrachten. Doordat we nu dat hebben uitgeplooid, hè, die is zo gegaan, die is zo gegaan, gaat nu eigenlijk die zwaartekracht op de eerste gaat naar links liggen. Die zwaartekracht op de tweede, die gaat naar rechts leggen. Ik hoop dat je dat allemaal goed inziet. Hè. Dus dat zijn de twee enige krachten, maar doordat we het lineair hebben gemaakt, liggen die nu zo. Stap 3, assenstelsel kiezen. En aangezien alles. Ik heb hier ook nog even die versnelling, want dat was niet. Dat is niet meer heel duidelijk. Dus de versnelling was zo. Stap 3, assenstelsel. Het gaat naar rechts versnellen, dus dat is het makkelijkste. Om onze as ook naar rechts te kiezen. En stap 4 gaan we projecteren op die as. En dan krijgen we qua krachten hebben we dus FZ2 met de as mee. Min FZ1, want die is tegen de as in. Is M maal plus A, want de A is met de as mee. That's it. En dus dan kunnen we dat omwerken naar A is FZ2 min FZ1 gedeeld door M. FZ2 is 440 kilo, FZ1 is 200, want de massa is 20 kilo. En de totale massa, want dit gaat nu over ons systeem, en ons systeem zijn beide massa's samen, is gedeeld door 60. Dus we krijgen hier 200 gedeeld door 60. En dat is 3,33 meter per seconde kwadraat. Dat is de versnelling die het systeem heeft en dus de versnelling waarmee die een tweede blok hier naar onder gaat versnellen en die een eerste blok naar boven. Voilà. De key hier is dus wat ik u hier wil meegeven dat bij katroloefeningen dat je het u veel makkelijker kunt maken door het uit te plooien. En dan kunt je het als één systeem bekijken dat lineair beweegt. Stel dat je nu dat de touwkracht gevraagd was en dan weet je ah, kan ik niet het geheel als systeem nemen, want dan is die touwkracht intern, als je denkt dat we juist gedaan hebben. Dan gaat je moeten als systeem een van de massa's pakken, want dat zijn de systemen waarop je touwkracht werkt. Stel bijvoorbeeld, ik zou dan, stel wat gevraagd was, was de touwkracht in deze situatie, dan zou je kunnen pakken
massa 1 van 20 kilo, want daarop werkt de touwkracht. Hè. Dus touwkracht werkt zo, zwaartekracht werkt zo, en de versnelling is zo. Dus ik ben nu weer verder aan het gaan op het uitgeplooide verhaal. Hè. In principe had je het hier ook kunnen doen met de oorspronkelijke configuratie, waarbij ze... Kan ik dat hier roteren? Ja, dus zo. Waarbij de zwaartekracht naar boven naar onder werkt, de touwkracht naar boven en de versnelling van die massa naar boven. Maar ik ga even verder op het uitgeplooide verhaal. Ik vind dat meestal toch nog iets duidelijker. En voilà. En we kiezen de as x as zo en de vergelijking wordt dan ft min fz is 20a. Maar je ziet, je hebt hier, nu hebben we onze a wel gevonden, maar stel dat je die nog niet gevonden had, dan heb je twee onbekende, dan zou je nog wel hetzelfde moeten doen voor je tweede massa. Zou je ook de vergelijking moeten opstellen. En dan ft werkt voor de die naar daar. Dat was zwaartekracht 1 trouwens. Hè. Zwaartekracht 2 werkt voor de die naar daar. En dan krijgen we dus fz2 min ft is 40a. En dan zouden ze, als je a nog niet had, zouden ze samen kunnen combineren in een stelsel. En kun je twee componenten, je twee onbekende, ft en a, uit dat stelsel gaan halen. Hier is in principe niet nodig, omdat we A al kennen. Hè. Dus we kunnen van één vergelijking verder gaan. Stel bijvoorbeeld dat we met deze verder gaan, dan zien we dus dat FT gelijk is aan 20A plus FZ1. A hadden we berekend was 3,333 plus FZ1 was 20 maal 10, dus 200. En dan zie je dat de touwkracht... Dus gelijk is aan 200, wat gaat dat zijn, 67 of zo, 267 newton. Voilà. Dus dat zijn de twee typische uitzonderingen die je wel gaat tegenkomen bij oefeningen. De steelsystemen en hier de steelsystemen voor de versnelling het geheel beschouwen. Voor de onderlinge krachten moet je de afzonderlijke deelsysteem beschouwen. Hier katrollen. Uitplooien, dan gaat je het je makkelijker maken en kun je het ook weer als één systeem beschouwen. Voor de interne krachten, weer de touwkrachten, gaat je ze wel apart moeten beschouwen. Maar uitplooien gaat het je zeer veel vergemakkelijken. That's it. Veel oefenen nu. Hè. Dat is een belangrijk onderdeel, een belangrijke formule. Ga daar genoeg op oefenen en dan... gaat je dat hopelijk snel beet hebben. Heel veel succes!